bent weer terug bij de Border Sessions in Den Haag. Theater aan het Spui, een festival. Nou, vergeet ik het weer, dan heb ik het al 10 keer gezegd en ik vergeet elke keer de payoff. Een festival on technology and society. Inmiddels aangeschoven, een nieuwe gast. Vertel alsjeblieft wie je bent. Ja, mijn naam is Koert van Mensvoort. Ik ben kunstenaar, wetenschapper, filosoof, technoloog. Een beetje hybride figuur en volgens mij past dat heel goed bij dit festival. Ja. Ik ga vandaag spreken over, eigenlijk gaat al mijn werk over de relatie natuur en technologie. Dat we die anders moeten zien, omdat ik denk dat we nu in een tijd leven dat we erachter komen dat we niet alleen de biosfeer hebben, maar dat daar ook een technosfeer op gegroeid is. De optelsom van alle menselijke technologie. En die wil ik beter in balans brengen. En daar ga ik het vandaag over hebben. En als je op een feestje uit moet leggen wat je dan precies doet, wat zeg je dan? Nou, het is vaak lastig om op een feestje uit te leggen wat ik doe. Omdat, soms zeg ik ben een amateur. Ik doe namelijk wel alle projecten die ik doe met heel veel liefde en passie. Ik ben er wel achter gekomen dat ik heb niet echt een beroep. En dat is ook een ontdekking om dat niet te hebben. Dat is vaak voor mensen verwarrend. Alleen ik heb wel een hele duidelijke skill. Dat ik heb een hele heldere filosofie, de Next Nature filosofie. Die draait om dat natuur en technologie eigenlijk geen tegengestelde zijn. Maar dat we met onze technologie de natuur transformeren. En dat de technologie op haar beurt ook onze nieuwe natuurlijke omgeving wordt. Daar ben ik nu zo'n 10 jaar mee bezig. En dan heb je op een gegeven moment wel een soort concertpianistenniveau bereikt op dat onderwerp. Dus dat is eigenlijk mijn skill. Je bent gewoon de specialist. Ik ben wel een specialist op dat thema. Alleen dan vervolgens werk ik in alle media en ik meet alle beroepen aan. Dus daar ben ik heel zwabberend in. Alleen op mijn onderwerp ben ik wel heel precies. Ja. Kun je iets duidelijker proberen te maken wat je precies... Want je hebt mooie grote termen over die next nature. Ja. Maar tastbaar, voor je oma, wat is het? Nou ja, één ding wat we nu hebben gedaan is, oma kan nu lid worden van onze Next Nature natuurbeweging. En wat krijgt ze dan? Wat heeft ze eraan? dan gaat ze niet terug, maar vooruit naar de natuur. En ze krijgt jaarlijks van ons een bijzonder inspirerend cadeau opgestuurd. Dit is het belangrijke ding wat ik nu aan het doen ben. Omdat ik merk dat alle natuurorganisaties die mensen tof vinden, die doen hele goede dingen. Alleen als je gaat denken wat is eigenlijk hun beeld van natuur, dan is dat heel statisch en conservatief. Ja, het moet blijven zoals het ooit was. En misschien zelfs nog wel terug in de tijd. Ja, terug naar voordat de mens overal aan zat. Ja. Ik denk dat het A niet kan en B ook niet wenselijk is. Dus wij zijn nu de Next Nature natuurbeweging die niet terug, maar vooruit wil naar de natuur. En hoe ziet en mensen worden er ook lid van. We bestaan 2 weken. We zijn natuurlijk al langer bezig met de filosofie. Maar nu hebben we ook echt gezegd van nee, we zijn gewoon een nieuwe 21ste eeuwse natuursorganisatie. Je kunt lid worden. En we zijn ook allerlei projecten aan het opzetten van wat willen we dan. Ja. En een van de projecten waar ik vandaag over spreek is de EcoCoin. Dat is een munteenheid voor ecologische waarden. En ja, dat is ook aan de ene kant abstract, maar het is aan de andere kant ook heel concreet. Namelijk gewoon een nieuwe munt. Zoiets als de Bitcoin. Ja, ik kijk heel goed naar Bitcoin-systemen, omdat dat Bitcoin laat wel zien dat geld gaat in ons leven nog fundamenteel veranderen. Of Bitcoin nou een succes wordt of blijft, is natuurlijk de vraag. Alleen het principe van een cryptocurrency en dat gaat ons leven veranderen. De geest is uit de fles. En het is ook een van de ingangen in de EcoCoin. Dat je zou er ook een soort cryptocoin van kunnen maken, waarbij mensen dan geld kunnen verdienen als ze goede dingen doen voor de omgeving. Het idee is eigenlijk begonnen bij het besef dat een Braziliaanse boer heeft een keuze. Je kunt stukken uit het regenwoud wegkappen en soja verbouwen, dan verdien je geld. Ja. Of je kunt het laten staan, en dan verdien je alleen helemaal niks. En het is eigenlijk heel raar, omdat iedereen... Dus het is geen keuze eigenlijk, op dat moment? Nee, nu eigenlijk niet. En dat is dus heel vreemd dat bepaalde ecologische waarden, waarvan we allemaal wel weten dat het een bepaalde waarde heeft, dat die niet is uitgedrukt in financiële termen. En dat probeer ik te gaan veranderen. Het is echt wel een ambitieus groot project. Ja. Maar daar ga ik vanmiddag ook bij op dit festival over spreken. En we gaan ook een workshop doen met mensen. Om te kijken hoe kunnen we dit doen. Want
ja, even daar verder over denkend. Je wil dus eigenlijk dat nou ja, boeren die dus nu inderdaad meehelpen aan de vernietiging van het regenwoud. Ja. En daar komt het over het algemeen op neer. Dat die dus beloond worden om dat niet te doen. Om het eigenlijk te laten zoals het is. Of misschien zelfs nog wel beter te maken. Ja, ik denk wel, je moet een activiteit verrichten. Want als je alleen maar zegt, deze bomen zijn van mij. Dan heb je ze eigenlijk... dan kan ik zeggen, ze zijn ook van mij. Ja, dan heb je ze gegrijzeld. Ja. Dus dat is niet de bedoeling. Nee. Zover waren we al wel. Ja. Ja. Nee, maar ja, iedereen die goede dingen doet voor de omgeving, die zou ecomunten moeten kunnen verdienen. Ja. Maar die ecomunten, dat geld daarvoor, waar zou dat dan vandaan moeten komen? Dat komt dan van mensen die daar geld voor over hebben. Nou, maar... dat zou kunnen. Ja, er zijn allerlei manieren waarop je dit kunt oplossen. Je kunt zeggen, er zijn wat rijke mensen die willen graag goede dingen doen, die kunnen daarin storten. Dat is één manier. Je kunt ook zeggen, we maken een soort lokale economie. Bijvoorbeeld in een hotel wat zegt, ja, je kunt hier ecomunten verdienen als je als toerist goede dingen doet voor de omgeving. En dan krijg je gewoon die diensten zoals een massage kun je daarmee kopen. Dan is het een lokale economie. Wat ik het allerspannendste vind is het idee dat wij het flitskapitaal eigenlijk gaan verzwaren, belasten, om die munt te financieren. Omdat nu is het zo dat meer dan 80% van alle handel op de beurs wordt door computers gedaan. He, dat is ook heel spannend dat dat in deze tijd zo bam, dat gebeurt. Ja. En als je nou zegt 0,0001% van iedere transactie gaan we ophalen, stoppen we in een fonds. Ja, daar hebben jij en ik hebben daar geen last van, want wij handelen niet met de snelheid van het licht. Maar dan haal je ontzettend veel geld op en daarmee zou je ook zo'n munteenheid kunnen financieren. Dat is wel de meest complexe oplossing, maar ook wel een hele interessante oplossing. Omdat je dan letterlijk de technosfeer waarin het financiële systeem zich nu afspeelt, ja, verbindt met de biosfeer. En dat is eigenlijk ook de ambitie die eronder ligt. Ja, ik zit daarover te denken, omdat ik aan de ene kant denk van ja, prachtig als dat zo zou worden geregeld. Aan de andere kant denk ik van daarmee, zeg je dus van het geld moet uit een bepaalde bron komen. Dus daarmee is het niet een soort gedeelde, door ons allen gedragen verantwoordelijkheid meer. Ja, ik denk het wel. Want wij creëren natuurlijk ook geld. Hè? Het geld dat wij nu hebben wordt ook is door ons gecreëerd. En overheden die maken aan de lopende band geld. Dus dat doen we al heel lang. En ik denk van laten we dan nu ook een munt maken die ook nog gekoppeld is aan iets fysieks. Dus dat is ook het idee. Het is alleen wel, er moet uiteindelijk een economisch belang zijn om het te doen. Ja. En niet alleen maar een moreel belang, want dat is volgens mij te weinig. Ja. Je wil het juist verzwaren in die zin. Van dat je denkt van want nu steunen we eigenlijk op het morele besef. Ja, nu hangen we helemaal op het morele besef. Ja. En dan zeggen we tegen zo'n Braziliaanse boer, jij mag je bomen niet kappen, want het is slecht voor de wereld. Terwijl in Europa een paar eeuwen geleden stonden hier ook veel meer bossen. Die hebben we allemaal lekker gekapt voor economisch gewin. Ja. Dus dat zij dat ook doen, ja, nee, dat snap ik wel. En het zou hypocriet zijn als ik als Europeaan ga zeggen, dat mag niet. Nee. Maar je kunt wel denken, ik ga het systeem anders spelen. Ja. En ook in Nederland zou je het natuurlijk gewoon kunnen invoeren. Want ja, ik geef het voorbeeld van een regenwoud, omdat dat tot de verbeelding spreekt. Ja. Maar ja, het geldt eigenlijk overal. Ja. Waarom is dit onderwerp een onderwerp waar je je zo mee bezighoudt? Waarom ben je hier specialist op geworden? Waarom boeit het je zo? Ja, ik ben wel 's ochtends wakker geworden en ik denk van ik kan allerlei dingen doen met de talenten die ik heb. En laten proberen iets nuttigs te doen voor de wereld. Wat zou dat kunnen zijn? Ja. Nog even getwijfeld of ik niet de kwantummechanica in moest gaan, maar dat is het dan toch niet geworden. En ja, dit is het geworden. Ja, maar natuur. Ik bedoel, ik heb zelf als ik over natuur denk van ja, het is toch iets wat eigenlijk wereldwijd overal onder druk staat. Aan de ene kant je wel. Eigenlijk alleen maar achteruit kan gaan. Ja, ik zie dus twee naturen. Dus ik zie de oude natuur, de biosfeer, die staat onder druk. Maar ik zie ook een nieuwe natuur, een next nature. En dan bedoel ik eigenlijk de technologie die een eigen dynamiek heeft. Die ook wild en onvoorspelbaar is. Die wij als mensen wel denken te controleren, maar vaak helemaal niet controleren. En dat is juist een bruisende, gevaarlijke natuur. En ik probeer juist die balans te vinden. Want bijvoorbeeld het feit dat biodiversiteit terugloopt en dat technodiversiteit eigenlijk toeneemt. Er zijn steeds meer verschillende gadgets en spullen. En het aantal patenten op aarde is al meer dan het aantal bekende soorten. Ja, wie denkt over die koppeling? Dus daar ben ik heel erg mee bezig. Om die twee vormen van natuur
te verbinden. Want uiteindelijk is het natuurlijk maar, ja, het is maar één natuur. Het is allemaal onderdeel van onze wereld. En is het niet zo dat je ook misschien wel erover nadenkt dat we onze natuur zoals we die nu kennen moeten vervangen door die techno-natuur? En voor een deel gebeurt dat vanzelf. Ja. Ik denk dat dat voor een deel ook is wat wij mensen doen. Dus als je kijkt, evolutie gaat door. De biosfeer heeft ook niet altijd bestaan. De aarde heeft gewoon 1,5 miljard jaar bestaan. Ik zeg het zelfs verkeerd. 3 miljard jaar heeft het geduurd voordat de biosfeer kwam. Ja. En nog 1 miljard jaar later waren wij er pas. Dus 4 miljard jaar zonder mensen. Iets langer zelfs. Ja. En dus wij zijn er echt pas heel kort. Ja. Maar met onze aanwezigheid hebben we wel een enorme impact. En wij zijn ook eigenlijk een katalysator in de evolutie. Ik denk niet dat we de evolutie helemaal ontwerpen. Die macht hebben we helemaal niet. Daar zijn we niet slim genoeg voor. Nee. Maar we moeten dat wel in goede banen leiden en daar een pad in vinden. En volgens mij is dat ook een van de grote verhalen van deze tijd om mee bezig te zijn. Het is een groot verhaal, het is complex en het is niet iets wat je in de middag oplost. Maar je kunt het wel weer opdelen in allerlei deelvragen en op die manier hopelijk toch uitkomen in een wereld waarin alles en iedereen een beter leven heeft. Ja, want hoe optimistisch ben jij over dat in goede banen leiden? Ik word steeds optimistischer. Echt waar? Ja, dat merk ik, ja. Dat is wat grappig. Ja. Maar hoe komt dat? Hoe verklaar je dat? Nou, omdat ik toch wel denk, oké, er zijn heel erg veel kwesties en problemen nog die we moeten oplossen. Alleen ik heb steeds meer het gevoel van als we een aantal dingen anders gaan zien, dan gaan we ook met andere oplossingen komen en dan wordt het toch steeds beter. Noem daar eens een concreet voorbeeld van. Wat moeten we anders zien? Ja, wat we anders moeten zien is dat wij als mensen niet alleen maar de natuur weghalen, maar dat wij met onze aanwezigheid een next nature veroorzaken. En dat we daar niet alle macht in hebben, maar er wel een factor in zijn. Dat we ook bescheiden moeten zijn en tegelijkertijd een boel kunnen doen. En als je dat gaat zien, dan denk je van hoe kunnen we die technologie inzetten op een manier dat het onze menselijkheid ook, dat het een feestje wordt van de mens. Want in wezen is technologie ook het zelfportret van de mensheid. Het is wat wij als mensen op de wereld uitrollen en het transformeert de wereld en ook onszelf. En hoe kunnen we daar iets moois van maken? Ja, als je die vraag al hebt, dan kun je volgens mij al beter antwoord geven dan wanneer je die vraag niet hebt. Nee. Plus dat, het is nu al zo dat er gaan nog steeds heel veel mensen onnodig komen te overlijden. Maar minder dan in het verleden. Dus we worden wel gezonder. Ons leven wordt volgens mij eigenlijk wel beter. En ik denk dus als we het ook nog helder gaan zien, dan kan het nog veel beter worden. Daar word ik steeds optimistischer van, Dus ben jij een van de aanhangers van de hele quantified self-beweging die denkt van, over een paar jaar, over 10 jaar, 15 jaar, worden we misschien wel 120, 130, 140. Dat zijn nog wel jaartallen waarvan ik denk, dat zou nog kunnen, ja. Kijk, ik denk niet dat we met technologie een perfecte wereld gaan krijgen, want iedere nieuwe technologie leidt ook tot nieuwe problemen, nieuwe verantwoordelijkheden. Yeah. Yeah. Dus het is ook nooit af. We spelen altijd maar met vuur. Ik denk wel dat we daar steeds net iets beter in kunnen worden. En nu al zo worden mensen ouder dan ooit. En zijn mensen ook gezonder dan ooit. Nog niet overal in de wereld, maar er is veel gewonnen. En daar kunnen we nog best wat aan toevoegen. Yeah. Het is vooral ook de vraag, wat willen we? Denk ik. Want technologie maakt wel dingen mogelijk. Maar wat willen wij nu zijn als mens? Ja. Die vraag leg ik ook heel duidelijk op tafel met zo'n Next Nature natuurbeweging. Ja. Nou zijn er mensen die zijn helemaal into de technologieën. Ja. Die volgen het, die weten wat er aan de hand is en noem op. Maar je ziet ook een grote groep mensen die haken eigenlijk af. Die weten al niet meer, die hebben geen zin meer in een ding als Facebook of weet je wat. Het voelt een beetje als een soort kloof die groeiende is. Ja, die kloof is vind ik wel verontrustend, want die zie ik ook. Ja. Omdat de veranderingen gaan zo snel dat je het eigenlijk menselijkerwijs ook niet kunt bijhouden. En als dat het geval is, dan is dat ook een probleem. Dus ik denk, daar moeten we ook beter voor ontwerpen. Ik heb het vaak over innovatief nostalgisch ontwerpen. Dat ik aansluit bij jouw nostalgie, maar dan wel innoveer. Want ik hoef niet terug naar grootmoeders tijd. Maar bijvoorbeeld de eikenhouten boekenkast in de iPad vind ik daar een voorbeeld van. Inmiddels, ik herken het gelijk. Maar inmiddels zit hij al niet meer in de iPad. Maar de eerste iPad had een eikenhouten boekenkast om digitale boeken aan mensen uit te leggen. En dat was een goed ontwerp. Ja. En dat maakt dat je dan mee kunt in die verandering. En daar moeten we wel
ja, goed opletten. Omdat sommige van de technologieën die gaan uiteindelijk... Ja, het ultieme wat het kan bereiken is dat het onderdeel wordt van onze menselijke natuur. En ja, dan geldt dat voor alle mensen. Dus ik vind het ook wel belangrijk dat nieuwe technologieën bereikbaar zijn voor iedereen. Want dan kan het echt ook impact hebben. Ja, ja. Goed. De Next Nature Natuurbeweging, hoeveel kost het om lid te worden? Het is €25 om lid te worden op nextnature.nl. En je krijgt dus jaarlijks een fantastisch inspirerend cadeau, ook een welkomstcadeau. Volgens mij is het echt een koopje, maar het is ook omdat we graag gewoon nu willen dat we zijn net begonnen en dat wat mensen zich aansluiten. Ja. En ik zou zeggen, doe mee. Oké, heel erg bedankt. Succes. Goed, dankjewel. Goed, tot zover. Blijf kijken. Straks een nieuwe gast.